Beweegt jullie beeld nu ook? Nee? Dan heb je geen Toby. Welkom bij Gamers at Gear, een nieuwe week, een nieuw stukje tech. En deze week is heel erg bijzonder, want we gaan gamen met de ogen. Tom, elaborate. Ja, Toby, heeft iemand het meegekregen? Toen Assassin's Creed Rogue op een gegeven moment ging verschijnen, toen was er zoiets van... Ja, Assassin's Creed Rogue, Ubisoft gaat samenwerken met Toby. En toen hadden wij allemaal zoiets van, Toby, wat is dat? Toby, is het Toby Maguire? Is het Toby, weet ik veel? Toby Maguire. We weten het niet. Spider-Man. Ja. Maar nee, Toby is, is een merk en die hebben de iX, heet dat dan. En dat is, ja, pak hem er maar even bij. Eigenlijk is het een losse balk. Ja, mooi. Ram even lekker op die laptop. Ja, dit is een losse balk met oogjes. Ja, en of, ja, een losse balk met infraroodsensoren en een camera. En wat dat eigenlijk doet is, die filmt je ogen en die kijkt waar jouw ogen naartoe kijken. En aan de hand daarvan kun jij je game of je applicaties anders gaan besturen. Dit is dan toevallig een MSI laptop waar het al ingebouwd is. En ja. Er zijn meerdere laptops waar het ingebouwd is, maar het is €120 voor het balkje. Voor het balkje los. Dat kan dus ook. Dus je kan het loskopen en dan kun je gamen met je ogen. Maar... wat moeten we er in godsnaam bij voorstellen? Toch? Nou ja, het is niet alsof je denkt van wauw, ik schiet nu lasers uit mijn ogen. Al zit dat trouwens wel in de intro. Maar nee, het is, hij kijkt naar je ogen. Dus hij ziet wel waar jij naartoe gaat met je ogen. En waar jij op focust met je ogen op het scherm. Dus je kunt dingen aanwijzen met je ogen. Maar waar het vooral handig voor is dat je het soort... ja, ze noemen het dan zelf infinite screen. Je hebt een heleboel applicaties en games waarbij jij de camera kunt besturen door naar de hoeken van je scherm te kijken. Dat werkt best wel intuïtief. Ja, vond ik. En ook goed ook. Het werkt best wel aardig, ja. Je kunt ook iets aanzetten dat je precies ziet waar hij denkt dat je naartoe kijkt. Gewoon op je desktop of zo. En dat werkt best wel goed. Als jij zoiets hebt van, oh, ik kijk nu naar de Windows-toets, dan zie ik echt zo'n blob zo naar de Windows-toets gaan. Dus hij hoeft niet eens te kalibreren of zo. Je zet het echt gewoon aan en hij interpreteert waar je naartoe kijkt. Dat is wel bizar. En ik vond het een beetje vreemd toen ik het voor het eerst net deed, want toen dacht van, je ogen, dat is natuurlijk een hele kleine afstand, maar eigenlijk best wel een grote afstand. Ja, nou ja, snap ik bedoel? Wat ik eerst ging doen is dat ik ook met mijn... Nee, maar... Ik snap het zelf niet, dus... Maar wat ik eerst ging doen is met mijn ogen niet kijken, maar echt, weet je wel, ik denk, ik gun Toby wat, dus ik ga ook zo met mijn gezicht. Je ging heel erg kijken. Ja, je gaat heel erg zo, Toby, kom, we gaan naar links. Dus dan ga je echt met kom, je hoofd Toby. Zo... Maar hij doet het echt aan de hand van je pupillen. Ja. Dus je kunt je hoofd perfect stilhouden. Je kunt wat verder van het scherm zitten, wat dichterbij. Je kunt links, rechts, je hoeft niet per se centraal te zitten. Want hij scant gewoon je ogen en hij pakt daar die minuscule bewegingen. En daar doet hij het al mee. Ja, en het is wel gimmicky. Het is enigszins gimmicky op een bepaald front. Ergens heeft het ook wel iets heel nuttigs met dat infinite screen. Bijvoorbeeld, je kunt een flight simulator pakken en dan hoef je niet je stick te gebruiken om rond te kijken. Maar kun je gewoon zelf in je eigen cockpit rondkijken. Ja, en hij doet nu al dit, maar dat is dus al helemaal niet. Nee, dat doet hij om het voor jullie aanschouwelijk te maken. Maar het is dus niet dat je zo achter je scherm, helemaal niet. Hij zit gewoon met je. We filmen dit helaas niet met Toby, anders dan had je nu inderdaad al die kleine bewegingjes kunnen zien. Nee, het was vet geweest. Het is ergens het gimmicky, want Assassin's Creed Rogue is een van de grotere titels die het heeft opgepakt. En eigenlijk ben ik wel voorstander ervan dat meer games het oppakken, maar ergens werkt het. Vooral in de camera besturen werkt het aardig, maar bijvoorbeeld Assassin's Creed Rogue kun je er ook voor kiezen om te richten met je pistool, om daarmee dan te schieten. Dat werkt dan weer niet zo goed. Dat is nog een beetje gimmicky en daar zit nog wel wat, dat moet of beter gekalibreerd worden of... Dat is... Kijk, natuurlijk, de game denkt dat jij een controller hebt. Dus je hebt altijd die crosshair in het midden. En op het moment dat je zegt dat je kijkt van, ik kijk naar dat target, dus ik wil dat de camera daar naartoe gaat. Op het moment dat de camera daar naartoe verschuift, verschuift ook jouw complete beeld. Waardoor je met je ogen weer ergens anders op gaat focussen. Waardoor Toby weer ergens anders naartoe wil. En zo krijg je een beetje een infinite Toby. Je krijgt een beetje een infinite Toby gedeelte dat de game eigenlijk niet perfect ervoor is gemaakt. En Toby net niet goed gekalibreerd is. En dus het rondkijken werkt prima. Dus je kunt een stuk gamen gewoon met je rechterduim niet meer van op die rechterstick houden. Want ja, je kunt rondkijken met je ogen. Maar met richten is het dan wel weer dat je denkt van, dat werkt dan net niet goed genoeg. Dat je echt denkt van, kijk naar die enemy, bam! Kijk naar die enemy, bam! Nee, dat gaat een beetje tweaky alle kanten. Wat hebben we eraan, Tom? Ik denk dat het in de toekomst best wel interessant kan zijn. Is het niet vooral een VR-ding? Dat het een combinatie van VR en dit is? Nou, met VR is het aardig moeilijk, want er zit iets over je ogen heen. Dus dat ja, maar dat hij dan toch ziet waar je... Maar dan beweeg je hoofd natuurlijk precies, al. Precies, dan beweeg je hoofd al. Dus maar misschien... dat is eigenlijk heel onnatuurlijk, want een mens beweegt niet zijn hoofd als hij naar rechts kijkt. Hij kan ook gewoon naar rechts kijken. Ja, dus misschien een close-range Toby in VR, dat zou heel zou lijp nog zijn, realistischer waarschijnlijk maken. Word je daar nog sneller misselijk van. Ik denk dat het serieus met simulatoren
en bepaalde games best wel handig kan zijn, maar dan moeten de games er ook op inzetten, dan moet Toby daar ook op inzetten. En ja, oké, het is dan wel €120, dus het is misschien op het moment nog een beetje een dure gimmick. Maar ik denk wel dat de technologie, het werkt nu al heel aardig, het voelt echt al best wel intuïtief. Dus ik denk dat als we er met z'n allen op in gaan zetten, nou ja, het hoeft niet dat jullie allemaal €120 uitgeven, maar als games wat vaker... Dat zouden we waarderen, ja. Zullen we dat zouden doen. Nee, maar als games er vaker op inzetten en het vaker oppakken, dan kan Toby dat beter perfectioneren. Dan wordt het misschien echt eens een keer iets dat je denkt... Maar dat gaat nooit gebeuren. Nee, waarschijnlijk niet. Dus, ik gun het Toby, maar nee. Ik gun het Toby ook, maar dat gaat niet gebeuren. Toby dus het is te gimmicky, denk ik. Ik denk dat sommige... Met simulatoren denk ik dat sommige mensen het nog wel echt vinden. Dan is het echt een niche-toepassing die ze daarop kunnen focussen. Dat is ook goed. Maar het is niet alsof je nou denkt van... Nou, over 2 jaar besturen we allemaal onze games met onze ogen. Nee. Maar mocht je het ergens een keer op een beurs zien... Probeer het vooral uit, want het is een hele interessante technologie... die misschien nog wel eens iets zou kunnen worden. Ja. En we gaan nu stoppen, want mijn bovenbeen is in 200 graden.